van harte welkom bij deze ASMR shoplog video. Ik heb hier om me heen een heleboel nieuwe spulletjes verzameld die ik strakjes één voor één aan je ga laten zien. En ja, het is best wel veel, dus we gaan gewoon gelijk van start met het eerste item wat ik gekocht heb. En dat is een heel leuk toilettasje. Sheets doen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik kwam het zomaar tegen.
6 euro. Best wel duur, maar ja. Heel fijn om met zulke lange nepnagels op zo'n toilet als je dit.
schoudertje gekocht. Ik denk, dan kan ik hem gewoon het broodnodige meenemen wat ik dan nodig heb. Heb ik niks nodig, laat ik hem lekker thuis. En moet ik bijvoorbeeld even een boodschapje doen? Nou, dan doe ik gewoon een wasje hierin en dan ben ik ook klaar. En dit is een echt leren houdertje. En deze was nu afgeprijsd. €9. Ik weet niet meer wat die normaal kost. Volgens mij kostte die €15. En nu dus 9. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. En je kunt dus hier 1, 2, 3, 3 pasjes doen. En hier 1, 2, 3 pasjes. En dan zit er ook nog in het midden hier een ruimte waar je iets in kan doen.
is die zacht. Ja. Kan ik mijn bronzer weer wat vaker gebruiken? Ik had er iedere keer niet geen fijn kwastje voor, zeg maar. Stefan.
Lashes Volume 300 ml. En toen ik thuis kwam, ging ik eraan ruiken. En het ruikt echt heel lekker. Echt heerlijk. Ik had hem eigenlijk meegenomen omdat ik gewoon een goedkope shampoo zocht. En toen zag ik deze voor een euro. Was. Ik weet nog wel, deze kwast was 5 euro, dat vergeet ik ook te zeggen. En het SD-kaartje, tientje bij Amazon. Even kijken, en deze dus een euro. Ik dacht, ja, voor een euro kan ik het gewoon proberen. En ja, de geur is ook heel lekker. Jelletjes, die waren ook maar een euro per stuk. Samen met een Fa deodorant. De Fa deo's en de Fa douchejelletjes waren allemaal maar een euro. Dus ik heb het eigenlijk, ik had niet eens geroken. Ik heb het gewoon op de gok meegenomen. Deze deo is 0% aluminium. Is een moeilijk woord. Aluminium.
flesjes leeg. Dus ik heb gewoon nieuwe gekocht. En deze zet ik niet op een hele warme plek. Ik denk dat ik het gewoon hier zo in de kast zet. Hier binnen. Dan moet het wel goed komen, denk ik. Het is echt heel raar. Zes uur.